Maar daarna staat hier met Melvin Manhoef. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Roep even wat je voelt. Ik voel me happy, man. Ja? Ik voel me lekker. Op mijn eigen evenement. Dit is gewoon iets wat gewoon het helemaal rond maakt. Snap je, als ik moet kijken. Iedereen heeft natuurlijk grote spraat en alles, weet je. Respect, snap je? 4 maal scheepsrecht? 4 maal scheepsrecht. Maar het maakt niet uit wat ze willen zeggen. Ik heb gewoon gewonnen. Snap je? En je weet hoe het gaat, hè? De laatste telt. Sowieso, dus sowieso. Dus ik ben in ieder geval blij. Snap je? En alle respect verdienen. We mogen elkaar echt niet. Ik probeer echt wel hem neer te slaan. Snap je? Je ziet ook natuurlijk dat hij natuurlijk ook lang niet heeft gevochten. Maar het was gewoon voor mij een hele mooie pot. En ik denk dat het publiek lekker genoten heeft van wat spanning en spektakel. En daarvoor staat Melvin Manhoef. Het was gewoon een mooie avond, denk ik. De hele toernooi, ook de Final 16, denk ik dat alle mensen hele mooie partijen gezien hebben. Ja, we hebben genoten van je. Ja, what's up next? What's up next? Ja, ik heb nog 2-3 partijen bij Bellator staan. En die ga ik gewoon uitdienen. En dan gaan we kijken wat er nog gaat gebeuren. Maar ik ga me in ieder geval hier focussen op WFL. Samen met Spike gaan we proberen om echt een heel groot merk hiervan te maken. En in Nederland gewoon de beste organisatie te zijn. Ja, gek om te horen. Hey, wil je nog wat tegen je fans zeggen van MMA DNA? Alle fans die geloven in mij hebben altijd. Ik ben hartstikke trots. Snap je? En ik ben blij dat jullie dit hebben terug kunnen geven. En blijf MMA DNA supporten. En WFL en Spike TV. Tune in. Ja,